Hey en welkom weer bij een nieuwe Live by Sarah. Vandaag gaat het over food, oftewel eten. Nu denk je misschien eten, wat een raar onderwerp. Het is een eigenlijk doodnormale zaak van de wereld om te eten. Maar voor de een ligt dit ingewikkelder dan voor de ander. De een eet gewoon een paar keer per dag omdat je lichaam daarom vraagt en omdat je die energie en bouwstoffen nodig hebt. Maar voor de ander ligt dit iets ingewikkelder omdat eten dan als vijand gezien wordt. Voor mij was eten niet altijd een positief punt in mijn leven. Ik heb eten heel vaak als vijand gezien. En eten heeft ook een heel groot deel centraal gestaan in mijn leven, denk ik wel. Met name in de periode toen ik ging puberen, begon ik steeds minder te eten eigenlijk. Ik vond het wel heel erg mooi, ik groeide, ik werd langer. Ik was iemand die heel snel al in de groeispurt zat, dus ik was al heel snel 1,70 meter. Waarbij ik eigenlijk eerst juist heel klein was. En wat erin resulteerde dat ik heel lang was, maar nog wel heel smal was. En ik vond dat echt heel erg mooi. Ik was daar best wel door gefascineerd eigenlijk. Dat ik zo'n dunne taille had eigenlijk en zo smal was. En ik vond dat heel erg mooi. Omdat ik zo smal en dun was, had ik gewoon bijna eigenlijk al blokjes op mijn buik, zeg maar. Zonder te trainen, gewoon puur omdat ik zo dun was. En eigenlijk is dat toen wel een beetje doorgeslagen. Toen ik naar de middelbare school ging, toen fietste ik ontzettend veel. Ik fietste 10 kilometer heen en 10 kilometer terug. Door weer en wind heen eigenlijk. Dus het vergde gewoon best wel wat kracht van je lichaam. En daarnaast at ik gewoon helemaal niet zoveel. Ik nam wel 1 of 2 boterhammen mee naar school. En een koekje, wat drinken. Dat at ik dan ook wel, maar vervolgens was dat eigenlijk best wel het enige wat ik at op de dag. Want zodra ik thuis kwam en we gingen avondeten, dan had ik daar vaak niet zo behoefte aan. En dan at ik het wel op, of ik at maar de helft op, of ik deed er zo ontzettend lang over om het op te eten. Dat mijn ouders dan al klaar waren en ik stiekem gewoon alles in zakjes stopte en het vervolgens weggooide. Uiteindelijk resulteerde dat er natuurlijk in dat ik gewoon hartstikke licht was voor mijn lengte. Ik woog toen de tijd 40 kilo en dat is aardig licht. Dat is niet echt... het is gewoon ondergewicht, zeg maar. Het is niet dat je kunt stellen van oké, je hebt op dat moment echt een ernstige eetstoornis of wat dan ook. Maar het was bij mij wel echt iets wat... bewust, zeg maar, op die manier is gegaan. En ik heb mezelf daarin best wel bewust, zeg maar, ondergevoed. Want ik vond het gewoon zo enorm mooi hoe ik eruit zag. En dat heeft best wel een tijdje geduurd. Het is echt iets wat erin sluipt. Ik wil niet zeggen dat ik een harde kerner ben qua eetproblematiek of wat dan ook. Ik denk echter wel dat ik een eetprobleem had op dat moment. Maar het is gewoon het is gewoon iets wat erin sluipt, zeg maar. Je denkt gewoon van, ben ik mooi slank en je hebt controle over je eten. Je weet van, als ik minder eet, dan blijf ik zo slank. En dan, dan blijf ik zo mooi en dan heb ik gewoon die controle over mijn lichaam. Ik had op dat moment gewoon, als ik over mezelf spreek, had ik op dat moment gewoon heel erge behoefte aan aandacht en aan mensen... aan gezien worden, zeg maar. En ik dacht juist van, wanneer ik gewoon heel dun ben, heel mooi slank ben, dan zien mensen mij en dan word ik gezien en dan krijg ik de aandacht die ik wil. En gek natuurlijk dat je op die manier aandacht gaat vragen eigenlijk. Maar, en het heeft bij mij ook totaal niet geholpen, want mijn ouders weten dit niet eens. Dus dat zegt eigenlijk ook al iets, dat mijn ouders dit niet weten en niet gezien hebben, zeg maar. Ik neem het ze absoluut niet kwalijk, zeker niet. Maar het heeft bij mij dus niet opgeleverd wat ik had gehoopt dat het zou opleveren. Het heeft er dus een hele tijd in gezeten en een hele tijd dat ik echt ondergewicht had. Totdat uiteindelijk ik een vriend kreeg, ik geloof rond de 18, toen ik 18 was of zo. En die moeder die zei van, jij eet echt veel te weinig. Je moet echt meer gaan eten. Je bent zo ontzettend dun. Dit is niet goed voor jou. En jij gaat gewoon maar meer eten. Jij eet gewoon jouw bord leeg. En ik ben iemand, ik heb ontzettende moeite met mensen tegenspreken. Dus ik vond dat zo
eng, zeg maar, om tegen mijn schoonmoeder op dat moment dan te zeggen van... Nee, dat doe ik niet. Of ik heb niet zoveel honger. Of om het weg te smokkelen. Want die kans, die kreeg ik gewoon niet meer op dat moment. En toen moest ik dus eigenlijk gaan eten. Ik werd een soort van gedwongen, zeg maar. En dat heeft mij toen wel heel erg geholpen om eraf te komen. En om toch wat meer te gaan eten en wat aan te komen. Ik ben altijd iemand geweest, ik at het liefst gewoon zo min mogelijk. Gewoon niet, zeg maar. En ik heb nooit echt op de calorieën gelet of wat dan ook. Ik was gewoon iemand, gewoon liever gewoon helemaal niks. Want dan weet ik ook dat, dan hoef ik nergens op te letten. Maar dan weet ik gewoon ook dat ik niet dikker werd, zeg maar. En achteraf denk je dan wel bij jezelf van, waarom heb je dat gedaan? En ik was gewoon veel te licht. En het is ook iets, het blijft altijd wel in mijn hoofd zitten van, oh, ik was toen wel heel mooi slank. En mensen zeiden dat ook wel. Ik kreeg wel vaak complimentjes van, oh, je bent echt slank. Maar ook mensen die zeggen achteraf van, je was wel heel erg dun. En te dun eigenlijk. En het is ook iets, het is gewoon niet gezond uiteindelijk. Want momenteel heb ik er nog steeds gewoon lichamelijke klachten aan overgehouden. Ik heb, omdat ik toen de tijd gewoon zo ontzettend weinig gegeten heb, heb ik een soort van hartritmestoornis opgelopen. Wat inhoudt dat dus bij stress of wat dan ook, wat voor situaties dan ook, dat mijn hartslag iets omhoog gaat, krijg ik heel erg vaak last van dat mijn hart ook over gaat slaan. En dat het dus echt gewoon tudoek, tudoek, en dan hoor je gewoon niks. En dan daarna ineens weer tudoek, 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 tudoek. Ja, dat zijn gewoon echt lichamelijke klachten die ik daarvan heb overgehouden. Omdat het echt is ontstaan in die periode. Achteraf denk ik ook wel dat ik heb fibromyalgie, dus spierreuma. En ik denk achteraf ook wel dat dat daar ook een heel groot deel mee te maken had. Want op dat moment was ik gewoon echt mijn spieren aan het verknallen. Echt. Ik had totaal geen vetten die verbrand konden worden en totaal geen energie waarop ik dus die fietsritten naar school moest maken. En alles werd dus dan ook gewoon van mijn spieren afgehaald. Mijn spieren werden eigenlijk constant verbrand, zeg maar. Of althans, het enige wat je had was spieren en dan ging je daarop zitten trainen, zeg maar. Dus je lichaam had gewoon eigenlijk helemaal niks om... om die fietsritten naar school te kunnen maken. Ik denk dat ik toen de tijd ook wel ontzettend veel van mijn spieren heb gewerkt. Echt heel erg veel. Er stond gewoon veel te veel spanning op. Ik heb veel te veel van ze gevraagd. En ik denk dus ook wel dat dat echt mee te maken heeft. En zoals ik in het begin al zei, voor de een is eten leuk, lekker. Iets wat je doet, zeg maar, omdat het bij het leven hoort. Omdat je goed voor jezelf wilt zorgen. Dat soort dingen. Maar voor een ander kan het ook echt een hele andere wending hebben. En momenteel moet ik zeggen, staat eten wat positiever in mijn leven. En kan ik ook echt genieten van eten. Met name van groenten, dat soort dingen kan ik echt genieten. Ik eet ook wel ongezonde dingen, dat zeker. Ik heb juist ook een hele tijd gehad dat ik heel veel ongezonde dingen at. Dus ik ben er in die zin eigenlijk helemaal niet zo meer mee bezig van, oké, dit maakt mij dik, dit maakt mij niet dik. Maar wel heel vaak merk ik nog wel in stressperiodes dat ik denk van, het is gewoon heel raar. Want het sluipt er dan toch weer in van, oké, als ik nou niet ga eten, dan word ik weer dun en dan mogen mensen mij en dan... Ja, het is zo raar. Je denkt dan juist dat je dan wel mooi bent en dat dan wel alles goed gaat. En omdat je het dan onder controle hebt, terwijl het eigenlijk helemaal niet zo is. En achteraf baal je daar dan gewoon heel erg van, omdat je denkt van ja, wat heb ik mezelf allemaal aangedaan? Wat heb ik mijn lichaam allemaal aangedaan? Allemaal om dat beetje aandacht te krijgen en dat beetje luisterend oor te krijgen wat je nodig had. Maar dat je dat gewoon niet kreeg en dat je dat dan op een andere manier gaat zoeken. En ik raad ook gewoon echt alle meiden aan die met eten worstelen om echt daarover te praten. En het niet alleen op te lossen. En gewoon ook sowieso over je problemen in je leven te praten als je ergens mee zit. Want
dat was het bij mij gewoon heel erg. Ik had geen controle over mijn omgeving, maar ik had wel de controle over het eten wat ik binnenkreeg en over hoe ik eruit zag. Dus echt, ik denk dat mijn grootste advies wel is, praat er echt met mensen over. En ook al is dat ontzettend moeilijk, en vooral in een puberteitperiode, omdat je toch wil losmaken. En dat is ook juist vaak de periode dat het ontstaat, zeg maar, wanneer je een eetprobleem hebt of wanneer je met eten worstelt of wat dan ook. Dus het is heel moeilijk. Ik begrijp heel erg goed dat het in die periode ontstaat en dat meiden juist ook dat, voor dat pad kiezen, zeg maar. Maar uiteindelijk, ik persoonlijk heb er echt heel erg veel spijt van. En als ik kijk wat ik mijn lichaam heb aangericht, dan heb ik daar echt heel veel spijt van. Dus achteraf zul je dat nooit met een positieve kijk op terugkijken. En dat is gewoon heel erg jammer. Tuurlijk, je komt er altijd weer sterker uit. Dat is sowieso positief. En je leert gewoon op een gegeven moment wel jezelf accepteren en jezelf mooi te vinden. En dat je controle ook kunt hebben over andere dingen in plaats van over eten. Dus over jezelf en over wat jij wil in het leven. En gelukkig, tuurlijk, het gaat nu beter, zoals ik ook al zei. Ik moet sowieso voor mezelf wel echt een lijstje maken van oké, nu eet ik dat, dan eet ik dat. Ik moet mezelf er ook echt letterlijk aan herinneren om te eten, anders eet ik gewoon de helft van de dag niet. Ik ben echt iemand, of ik vergeet het of ik doe het bewust vaak inderdaad, dat ik denk van oké, ik ga gewoon niet eten. Uiteindelijk heeft het helemaal geen zin, want ik zet het niet door, dus het heeft... In dat opzicht heeft het gewoon totaal geen zin om een dag niet te eten. Want als je de volgende dag juist dan wel weer gewoon goed eet, dan val je nog niet af, zeg maar. Want dan heb je uiteindelijk nog je doel niet bereikt. Maar goed, ik ben er nu dus ook vanaf. Maar het zal wel altijd nog een rol blijven spelen in mijn leven. En zoals ik ook al zei, ik moet gewoon heel veel structuur voor mezelf in mijn leven geven. Door een lijstje te maken waarop ik iedere dag schrijf wat ik bijvoorbeeld ga eten. Dus maandag eet ik dit, dinsdag eet ik dat. En zo weet ik voor de hele week wat ik ga eten. En ik heb mezelf dan ook voorgesteld om sowieso van maandag tot en met vrijdag gezond te eten. En dan in het weekend mag een keer ongezond gegeten worden. Omdat ik heel erg iemand ben die daar toch wel mee blijft worstelen. Ik eet of helemaal niks, of ik kan bijvoorbeeld heel ongezond gaan eten. Dat is nou weer juist de hele andere kant die er ook is, zeg maar, die erin zit bij mij. En wat dat betreft ben ik wel heel blij dat ik samen woon. Want als ik alleen had gewoond, dan had ik waarschijnlijk heel vaak gewoon heel makkelijk en ongezond gegeten. En mezelf juist in dat opzicht weer verwaarloosd, zeg maar. Dus ik ben wel heel blij dat ik samen woon. En ook voor mezelf, mezelf een beetje moet dwingen om gewoon gezond te eten en gezond te koken. En ja, uiteindelijk vind ik gezond eten ook gewoon super lekker. Het is gewoon, met name groenten vind ik echt heel erg lekker. Daar kan ik echt van genieten. En ja, ik ben daar in dat opzicht wel weer heel erg blij dat ik gewoon weer echt kan genieten van eten. Dus dat is wel weer heel erg fijn. Dus ja, dat was eigenlijk mijn verhaal een beetje over eten. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd weer of jullie daar ook ervaringen mee hebben. Van dat je worstelt met je eten of etenspatroon. Of dat je het moeilijk vindt om gezond te eten. Of juist dat je weer veel te gezond wil eten. En juist veel te veel controle op je eten hebt. En tuurlijk, ik denk dat het altijd wel een beetje vrouw eigen blijft om met eten te sukkelen. Vooral wanneer we gewoon stress hebben, emotionele stress. We zijn toch vaak vrouwen die als we emoties hebben gewoon gaan eten. Maar ja, tot hoever? Waar ligt de grens en wanneer slaat het echt door? Wanneer wordt het echt een beetje een probleem, om het zomaar te zeggen? Dus ja, ik ben heel erg benieuwd of je daar zelf ook mee worstelt. Laat het me weer weten in de comments. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken. En voor volgende week heb ik nog niks gepland staan. Geen onderwerp of niks. En ik wil jullie dan ook eigenlijk vragen. Wat zouden jullie graag terug willen zien in een Life by Sarah? En welk onderwerp zou jij bijvoorbeeld graag behandeld willen zien? Of althans behandeld. Waar zou jij graag mijn bijvoorbeeld ervaring over willen weten? Of over welk onderwerp zou je wat meer tips willen? Adviezen willen? Noem het maar op, zeg maar. Ik ben daar heel erg benieuwd naar. Dus ja, laat ook vooral weten welk onderwerp jij wil weten of horen in de volgende aflevering. Dan wil ik je voor nu weer hartelijk bedanken voor het kijken. En dan zie ik je heel graag snel weer. Doeg!